Gerard de Nooijer, jullie verliezen met 3-0, maar zeker op basis van de tweede helft. Denk ik dat jullie toch met opgeheven hoofd hier Eindhoven verlaten? Ja, dat vind ik wel. We hadden natuurlijk ook op 2-0 achterstand kunnen komen, zeker met die strafschop. Tenminste, dat was buitenspel, maar het was geen buitenspel. Maar na de rust, we hebben ook in de rust gezegd dat we het geloof hadden om toch wel een goal te maken. En dat kon je ook aanvoelen. PSV deed heel rustig aan. En wij zaten toch aardig in de wedstrijd. Met name zeker de tweede helft, de eerste kwartier, 20 minuten, hebben we gewoon pech dat die die goal niet telt. En dat we natuurlijk onderkant lat, dat die Sjaan hem op de onderkant lat kopte. Na 3 minuten staat het 1-0. Vrees je dan voor een dik pak slaagje? Nou ja, dat, en natuurlijk nog met corners. Ik denk wel 20 corners tegen hebben gehad in de eerste 25 minuten. Oké, we herstelden ons heel goed en je zag ook, iedereen wilde 100% inzet. Hè. Dat hebben we alleen maar aangehaald deze twee dagen. Nou ja, dan kon je zien, iedereen deed echt 100% zijn best. En we hebben ook bijna alle duels gewonnen. Alleen, ja, je speelt wel tegen PSV. Je zegt het, hè? Er was een moment dat PSV aan een 2-0 dacht. Dan had Kuito misschien met rood eraf gemoeten. Oké, daar heb je dan de scheidsrechter mee. Maar wat een belangrijk moment in de tweede helft bij 2-0. Een bal die duidelijk zit. Maar ja, de scheidsrechter geeft hem niet. Hoe zuur is dit? Ja, oké, daar kan de scheidsrechter niks aan doen. Hè, want ik heb hem na afloop nog gesproken. Oké, de grensrechter zag het niet. Wat moet je er meer van zeggen? Want dan had hij beter op moeten letten. Maar dat heeft hij niet gedaan. Ja, de discussie doellijntechnologie. Als Kleiber die bal in de Kuip had geschoten, had de bal wel geteld. Daar hebben ze doellijntechnologie, is toch vreemd? Ja, oké, maar dat is hier niet, dus daar kunnen we moeilijk over doen. Hij telt niet en voor de rest, dat zal een keer komen, maar voorlopig is dat nog niet. Dan is het op een gegeven moment, wordt het dan ook nog 3-0. Dan weet je dat er niets meer te halen valt. Ben je dan al met je hoofd eigenlijk bij die wedstrijd van vrijdag tegen de Go Ahead Eagles onder het mom van geen domme kaarten meer oppakken? Dat had ik al in de rust gezegd, maar ik vind bij 3-0 had het ook misschien wel 4-5-0 kunnen worden. En het is altijd als 3-0 wordt, moet je oppassen, zeker dat het nog een kwartier is, dat je niet net als tegen Utrecht, dat je tegen een 7 aanloopt. Nou ja, dat hebben we uitstekend voor elkaar gekregen om dat niet te doen. En dat zag je ook, de groep wilde dat niet en we hebben het gewoon goed volhouden. En natuurlijk waren er een aantal schoten die misschien dat zij misten, maar we hebben natuurlijk ook nog Kurto en Kurto keept er weer fantastisch. Hoe vreemd waren de laatste dagen voor jou, nu je de eindverantwoordelijke bent? Nou, niet zo vreemd, want het was heel anders omdat je hier moet coachen en dat je de pers te woord moest staan. Voor de rest was het eigenlijk hetzelfde. En je hoort wel aan mijn stem dat het wel nodig was, denk ik. Maar nogmaals, 3-0 is een prima resultaat. Niet dat we dat je er tevreden moet zijn, maar we kunnen wel hiermee verder. En nu moeten we in balbezit nog iets rustiger zijn. Oké, we hebben straks Lewis weer terug en dan hebben we iets meer snelheid voorin. Dus we hopen in ieder geval dat we deze lijn door kunnen zetten. En zeker met de manier van hoe wij gevoetbald hebben. Ja, want je miste vandaag 5 potentiële basisspelers. Toch hebben de andere 11 het goed gedaan. Wat voor een coach ben je? Geven die 11 het vertrouwen of keren de spelers die normaal in de basis zouden staan, onder andere ook Lima, gewoon automatisch terug? Nou, Lima zeker, is onze aanvoerder. Alleen Peersman en Ojo, die kunnen niet terugkeren, want die zijn geschorst. En de ene wordt tenminste geschorst, Peersman geschorst. En Ojo wordt geopereerd maandag, dus ze kunnen sowieso niet. Maar wel, Lewis is natuurlijk wel een belangrijke factor voor ons. Dus ik hoop dat hij op tijd fit is. Oké, we hebben keuze genoeg. Je ziet ook met Sjaan uitstekende rol ingevuld. En ik denk wel een van de betere. En dat zie je ook met Mart ook. Hè. Mart krijgt weer zijn kans. Uitstekend gedaan en prima. Ja, nu spelen jullie vrijdag dus tegen de Eagles. Is dat de do-or-die wedstrijd? Is dat jullie laatste strohalm? Nou, nee, niet de laatste. Dat ligt eraan wat er met NAC gaat gebeuren. Maar wel een belangrijke. En daar gaan we deze week hard naartoe werken. En daar zijn we ook van doordrongen. Kijk, deze wedstrijd, als je hier een punt zou pakken, zou een bonus zijn. Maar volgende week is echt het allerbelangrijkste. En daar gaan we met z'n allen hard aan werken. Tot slot, je zegt wat er met NAC gaat gebeuren. Gaan jullie nog steeds vanuit dat zij mogelijk geschorst gaan worden naar aanleiding van het opstellen van die niet speelgerechtigde speler? Nou, dat weet ik niet. Misschien dat de 3 punten, 4, dat kijken we niet naar. We kijken eerst naar onszelf en hopen in ieder geval dat wij volgende week 3 punten bij kunnen schrijven. En wat daarna gebeurt, zien we wel.